In het Lalaroek-gebouw heeft gisteren de opening plaatsgehad van de Caribische Green Tech Startup Bootcamp over onder andere klimaatsverandering. De bootcamp wordt gefinancierd door de Wereldbank en de Caribische Ontwikkelingsbank, CDB, en wordt georganiseerd door de Caribbean Climate Information Center, CCIC, en het bedrijf Googleplex Technologies. Orlando Ollenberg, Managing Director van Googleplex, zegt dat het doel van de bootcamp is om ondernemers die een goed idee hebben de kans te geven deze te presenteren. Om het te brengen van gewoon een idee tot een bedrijf of tot een product of tot een dienst die geleverd kan worden. Je moet weten dat men overal ter wereld praat over de negatieve effecten van climate change, van klimaatsverandering. Maar wij geloven dat je van een probleem een opportunity kan maken. En dat is wat wij ondernemers willen leren tijdens deze bootcamp. Kijk niet alleen naar climate change als een probleem, maar kijk naar climate change als iets waar je gebruik van kan maken om een idee te produceren of om met een idee te komen, een innovatief idee te komen, dat ervoor kan zorgen dat je geld kan maken, want dat is ook belangrijk, maar tegelijkertijd dat je een probleem dat anderen hebben, dat je het ook kan helpen oplossen. De Wereldbank is met dit initiatief gekomen. De bank heeft wereldwijd 8 Climate Innovation Centers die als doel hebben ondernemers een push te geven om met innovatie-ideeën te komen wanneer het gaat om klimaatsverandering. Aan de ene kant moet je ook wat geld kunnen maken met je idee, maar aan de andere kant moet je een product hebben dat ons helpt met een probleem dat we hebben in de wereld, dat het klimaat bezig is te veranderen. Deze Startup Bootcamp is de 12e die door de CCIC wordt georganiseerd. Morgen donderdag mogen de ondernemers hun innovatieve ideeën presenteren. Zij zullen door een jury worden beoordeeld. De winnaar ontvangt $1000, de tweede plaats 500 en de derde plaats $250. Voorts zullen de teams in de gelegenheid worden gesteld in het geavanceerde CCIC-programma te worden opgenomen met de mogelijkheid voor de toegang tot meer financieringsfondsen. De driedaagse Caribbean Green Tech Startup Bootcamp wordt zaterdag 17 november afgesloten.